Rins, wat dacht jij toen na 3 minuten de 1-0 op het scorebord verscheen? Ja, heel zuur. Omdat we wel redelijk begonnen. En dan de eerste beste aanval vliegt er gelijk in. En we hebben al laten zien in het verleden dat we heel veel moeite hebben als we achterkomen. Op mentale manier eigenlijk. Ja, en dan werd ik wel heel vrolijk van het kwartier, 20 minuten daarna. We richten ons op. We gingen ons plan hoe we wilden voetballen van achteruit prima oppakken. Kwamen goed door op de zijkant. Dan creëerden een paar keer goede kansen. Gevaarlijk. Ja, een geweldige goal van Jules natuurlijk. Dus dat deed me wel deugd. Ik heb ze gelijk eigenlijk in de rust daarvoor een heel groot compliment gegeven. Ja, maar het zou ook kunnen gebeuren dat bij zo'n snelle tegengoal de moed in de schoenen zakt. En dat de Graafschap misschien verder kan uitlopen. Het tegendeel leek een beetje te gebeuren. Nee, klopt wat ik zei. We hebben in het verleden vaak, als we dan 1-8 kwamen, dan vergaten we eigenlijk ons plan. En dan gingen we een beetje kips om de kop spelen en onze taken niet meer uitvoeren. Nou, pas nog een keer uitgebreid over gehad. Ja, dat werd nu wel gedaan. Dus Graafschap kreeg er geen druk op onze opbouw. En dan zie je toch wel een beetje de groei van de laatste tijd dat we steeds makkelijker voetballen. En dat geeft de ploeg vertrouwen. Ja, dan kan je ook de Graafschap gewoon heel lastig maken. Ja, en Julian lijkt wel een beetje patent op een hele mooie doelpunt te hebben. Ja, deze was heel mooi. Ik vond hem ook echt prima wist te spelen. 95 minuten lang als 18-jarige. Een hele pittige wedstrijd natuurlijk met de fysieke geweld van de Graafschap. En als je ziet hoe overeind blijft, daar kan ik wel van genieten tijdens de wedstrijd. Ja. Sowieso de ploeg hè, bleef goed overeind, maar na rust werd het allemaal nog een stukje ja, je pittiger. Weet de Graafschap, hè, die brengen dan nog kwaliteit en power vanaf de bank. En die hebben natuurlijk al in 2 jaar tijd geloof ik 10 keer gewonnen in de laatste minuut. En dat is natuurlijk een kwaliteit, dat is geen geluk. Dus je weet altijd van en dan zie je de bord nog 5 minuten omhoog gaan. Maar die jongens bleven strijden, positief naar elkaar, voor elke bal gaan. En ook nog bij vlagen, toch wel, zeker via Mats, nog doorheen voetballen. Ja, en dan kreeg je ook nog een hele grote kans de laatste seconde. Dus het had eigenlijk nog mooier kunnen zijn, niet verdiend, maar het had gekund vandaag. Ja, want de Graafschap is een ploeg van late overwinningen. Maar ja, het had inderdaad net zo goed in ons voordeel kunnen uitvallen. Ja, het was 4-2 voor de goal. Reuven kon al schieten voor mij, geef hem op Elias breed. Brenden kwam nog overheen de laatste seconde. En Elias schoot met links, dus helaas. Ja. Rode JC verloren, dus dat biedt ook nog wat Een puntje ingelopen. Rode heeft een zwaar programma de komende weken. Dus ik hoop dat we de komende weken het gat nog wat kleiner kunnen maken. En dat we daar nog eventueel wat de plek 8 nog te halen valt. Nou, over een zwaar programma gesproken. Wij krijgen natuurlijk ook geen misselijke tegenstanders. Dan is dit een lekker resultaat om te beginnen. Ja, vooral een boost voor de boys. We vinden ons toch wat aan de betere hand de laatste tijd. Zeker nu met 5-3-2 met Mats centraal spelen. Krijgen we meer voetbal erin. En dat merk je ook aan de jongens. Ja, dan geeft dit wel een boost. Als je ook bij de Graafschap een punt kan halen, dan kan je nog meer punten pakken dit seizoen. Dat is duidelijk.